Ja? Dus de tweede bril wordt gekocht. Opletten, de vraag is dat. Kijk hier. Hier een Pokémon. Tjongejonge. Is dat een Pokémon? Nee. Ja? Zou net een Pokémon kunnen zijn. Oh. Is het echt Pokémon? Is wel je Pokémon hoor ik niet. Het is wel hele heftige muziek er bij die Pokémon. Bobbelie, weg! Doe nou even! Ik ben opa. Ben je opgegeten? Mag liggen? Nee, liggen hier naar voren. Je hoofd op deze? Nee, die staat hier. Oh, ja. Kijk, kijk hoe boos ik ben. Kijk hoe die bang ben. Ik ben niet zo boos! Lekker Becky! Nou, kom maar af. Nee, hier, want we zijn nu bij de giraffen. Ja. En waar zijn de giraffen op de kaart? Hier. Ja, dus dan lopen we nu. Hier. We lopen hier. Hier deze weg lopen we denk ik nu. Ja. Oké, okay, nou we lopen door. We krijgen zo meteen een bobbeltje. We krijgen zo de dikbilpaarden. Nee, echt niet. Kijk. Er zit een pluisje op Sonja de Beel. Ik weet niet wat het is. Dat is iets. Ja, dat is die. Ja, dat is iets. Er is iets met die rok gebeurd. Ja. We gaan hier naar de nachtdieren. Nou, oké. Okay. Loop maar naar binnen. Tot ziens. We groeten u. De nacht. Nachtdieren open. Zo. Oh. Zo. Gelijk niks meer. Dat is gewoon de buiten. Ja, dat is geen nacht, dat is buiten. Opgeknapt. Nachtdieren. Blinde holenvis. Oh, voeding. En hier zitten ook wat visjes. Oh, hier is ook visje. Oh nee, dit zijn. Ik zat er meneer voor te kijken. Ik heb een beetje zo'n, hoe heet het? Ja, hier zit er ook een. Zijn salamanders. Nee, maar deze krijgt een baby. Ook een baby? Ja. Axolot. Weet je wat het is? Een axolot. Dat is een witte salamander. Maar deze krijgt een baby. Kunnen ze deze niet zo'n baby krijgen? Oh, dan mag je echt naar binnen. Zo. Oh. Nee, ik weet het niet. Ik
weet het niet. Nou, loop je toch rond? Ja, dat is het. En hier alleen loopt er een. Ja. Oh, infrarood. Infrarood. Even kijken waar de Russen zitten. Nou, dan ga je goed 's nachts kijken. We zijn op zoek naar de Russen. Oh, hier. Kijk, daar zit je. Oh, dat is een hele grote Rus. Die komt net aanlopen. Met een wit blouse aan. Nou, daar. Waar is dit? Nou, die lopen mevrouw daar. Mevrouw loopt daar. Die mevrouw loopt daar. Dat is een hele grote Rus. Kijk, ah, wel mooi, die plastic planten. Kijk, dan krijg je daar. Oh, je dit zo. Je hebt je dit zo. Het is net een reclame, hè? Even de boel verzekeren. Dat zo, dit zo, het is het. Leuke plastic bladeren. Ja, die plastic bladeren maken het wel echt ontzettend romantisch. Blijf van mij plastic plant, zegt hij dan. Nou, ik zou gewoon een andere tak nemen als ik hem was van zo groot hier. Maar het was een beetje gaan regenen hier, een beetje stoffig. Hier, een luiaard. Ja, even pauze. Een ei? Oh, lekker. Ei, mijn ei zit erop. Ja. Maar. Daar kan je niet zien. Mijn oma kan ik nog net niet zien. Ik heb een kleine beetje en ik heb een zus in.
Ik zei hem, maar ik kan je niet verstaan. Maar wat zei je? Het is maar ijs, hè? Dat hoef je niet te kouwen. Wat zei je erin tussen de lintjes zitten? Ja, tussen de tanden. Kijk. Ze heeft dingetjes erin zitten. Ze heeft dingetjes? Ja. Oh. Heel wat mandarijn. Ja, ik zie hem lopen. Oh, ik ga er achteraan. Zo, wat ben je aan het doen? Zij is op sturen. Oké, maar kijk, we gaan hier rechtsaf denk ik, hè? De vlindertuin. Ja. We gaan met de groep mee. Hier links zullen ze die eerste kijkers. Ja, daar zat er een. Ik denk dat je me niet eerst een rondleiding aan doen, dus we kunnen even luisteren. Ga maar. Boep, 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 boep. Hey, wat zit hier? Trein dan. Weer met die trein. Die trein. Stil even. Ik hoorde toch geen klap. Beter uitleggen. Ook op safari zijn die heel vaak voor het eerst naar voren bij de Big Five, die afgegaan is. Luister door de manier waarop ze reageren, heel heftig. In het begin zag ik ook overal op reageren, alles op de kleur, de rode jassen, meteen heel veel blik. Wel gehad, het eten komt nu in een rode rollator. Ja, ze hebben het eten al gehad. Ze hebben het eten al gehad. Lijkt wel een Pokémon-punt. Jongen, jongen, is die druk zeg. Oh, is die gratis? Lijkt wel gratis hier. Wat valt hier te zien? Wat valt hier te zien? Eten van de tijger. Ja, oh, jij snapt het ook niet, hè? Er zit hier zoveel poker. Kan jij loop maar. Hallo? Hallo? Ja, ik loop met je mee. Waar zijn we aangekomen? Zo, dat is wel eventjes, hè? Wat is hier? Dat is hier. Oké, de boven. Oh ja, oh ja, oké. Oké. Wat is hier? Nou. Oké, loop maar. Oh, dat is nog gemaakt voor hele kleine dingen. Ik moet alleen kijken, dat is helemaal vies. Dus op een raam kan je niet weg. Oké. Oké. Ik ga hier recht lopen hoor. Oké, ja, ik wilde. Ja, moet je zo heen. Ja, loop maar. Zo. Oké. Papa. Oh, hier ben ik. Nee. Wat zie je? Het is volgens mij het binnenverblijf van de panters. Ik denk ook, ja. Nee, als je die kant op gaat, dan kan je naar buiten. Oké, dan gaan we naar de panters toe. Loop maar. Spotste je al. Kijk uit. Oh ja, ook aan mijn hoofd. Poink. Hou je deze allemaal wel? Je moet wel. Bukken. Zo. We zijn er. We zijn er. Oh. En dan moeten we hier weer heen, ja, lopen doorheen. Oh. Hop, ja, even wachten, Bobby, even wachten. Ja, even. Ja. Zijn dit zo gelopen? Nu kom. Ah! Zo! Ja! Sanja! Ja! Hoe kom jij hier nou weer? Wat is er? Niks. Dat is niet zo heel moeilijk.
Zo. Wat is er? Niks. Lopen, lopen. Ze is ook aangekomen hier. Ja. Ze komt daaruit. Oh. Nou, dat is een Pokémon dan. Oh zo, ik kan wel lopen. Zo, lopen, zo, oh, lopen, zo, lopen. Oh, ho, ja. Oh, okay. Ja. Okay. Nou, ja. Door één. Wel, ja, één, twee. Oh, 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 oh. Ik heb je. Ja, ik heb je ook, ik heb je ook. Oh, oh. Ja. Dan vallen we met z'n tweeën, wijfie. Nu ben ik hartje. Gelukkig. Ja, maar heb je de hele tijd in huis voor je. Hé, wat ga je doen nu? In de trein. Dus, ik kan niet verstaan, je praat de andere kant op. In de trein. Ja, daar zit je nu, ja. Wat ga je dat dan even doen? Ga je rijden? Deze trein zit opeens. Deze trein rijdt niet. Nee, die trein rijdt niet. Dat is de machinist. Ik snap niet. Wat ben je aan het doen, mevrouw? Bent u aan het Pokémonnen? Ja, meneer. Oh, bent u aan het Pokémonnen weer? Ja, ik moet even ruimte maken. Ik heb geen ruimte meer. Ik heb geen Pokémon meer. Goh. Maar die gaat zo rijden. Nou, dan gaan we hoor. Gas geven. Boep, boep. Rij jij weg? Oké, okay, yes. Zo mag je rijden. Allemaal Pokémons. Ja, het is allemaal ons te kijken. Het is allemaal ons te kijken. Ring, 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 ring. Ik dacht net dat het treintje heel hard reed. Maar... Ja, maar nu zit wij erin. Ja. Dat is het gewoon, ja. Hè? Jij erin zit, de koningin. Echo, 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 echo. Oef, 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 oef.
een noodstop. Waar ben je nou? Is de buik. Hallo. Ja. Kan ik een foto maken? Dat is een peer. Oh my. Ja, die is leuk. Oké, dankjewel, dankjewel. Ik zit helemaal onder de haren. Oh, nou. Ruikt hij ook een beetje? Ja. Ja. Op veraf is dit wel leuk, hè? Wat is op veraf? Hij is lief. Een handje geven voor papa samen? Kijk hier, loopt hij. Lachen. Bijna goed. Ja, bijna goed. Ja. Ja, je zou bijna zeggen dat het een wasbeer is, hè? Van Robijn. Ja. Wasbeer van Robijn. Ja. Ja. Waarom moet je nou weer hoe roepen? Ja, ja, het is... En die doen af. Ja, ja, ja. Ja, kijk. Kijken met de ogen. Nee. Hij piest even over dat ding. Ja, hij piest even over dat ding heen. Hij wil even zijn territorium afbakeren voor jou. Hij denkt ook van ja, er komt even concurrentie. Oh. Hij zal een mooi om mijn nek hangen. Volgens mij is het voeden tijd. Ja, ik denk het ook. En hij denkt, ik zie een stukje lopend vlees. Nou, schatje, schatje. Nou, dat is wel... Het zijn geen huisdiertjes, hè? Nee, daarom. Nou, ik vind hem wel leuk, hoor. Hij is wel, ja, op afstand. Ja, op afstand. Heb ik met mijn vrouw ook. Ja. Oh, op afstand. Ja, dan moet je nog zo'n loopje zeggen. Ja, ze staat naast me. Oh, shit. Ja. Hij is gewend. Ja, ik ook. Wauw! Zo. Nee, hij gaat ook niet door. Nee. Oh, daar komt hij weer. Hij komt weer terug, ja. Waar is de rest? Ik wil zeggen, waar is Billy en Bolly? Waar is Billy en Bolly? En die andere rode panda? Waar is Billy en Bolly? Billy, Bolly. Heb je hem gezien, de kleine zeemermin? Hier zit in, die komt zo meteen tevoorschijn. En die springt opeens dan zo, pats, omhoog. Ja. Die is de kleine zeemermin. Dan moet je maar goed blijven zoeken. En die vind je dan opeens. Maar hier kan het niet zijn. Oh ja, hier is de... Oh, hier komen, zijn we binnengekomen. Wat is hier? Nou, hier zijn we binnengekomen. Hier was niks in toen. Even kijken, waar is de rest gebleven? Oh daar, we zijn daar weer. We lopen hier voor ons. Ja. We waren wel twee broden leren. Nou. Ze liggen er bovenin. Ze liggen er bovenin. Nou, dan gaan we nog maar een rondje lopen. Ja, dat is zo. Nee. Dat is de andere kant. Nou, aan de andere kant. Nou, wat vanochtend niet durfde, dat gaat ze nu weer proberen. Oh ja, hier staat hij. Wil je mee door de tuin? Oh, hier heb je die baby's, joh.
Ja. Echte putten. Dat is die wolvenkelder, hè? En dan gaan we hier lopen. Wolvenkelder, pap. Ja, loop maar. Oh, baby's, kijk je babywolfjes. Loop even, loop naar beneden. Gaan we beneden. Babywolfjes. Ja. Die hebben wij eerst nog niet gezien. Nee. Dus hoe kunnen wij dat nou weer weten? Je gaat nu wel wat makkelijker naar beneden. Nou, oké, okay, loop maar gauw. Loop maar, snel, trap omhoog. Nou, dat is wel. Dat was wel even aardige herrie. Ja, dit was er eerst nog niet. Nee. Dat heb je gepakt. Nee, ik zag die welpjes net lopen. Daar zijn die kleintjes dan? Oh ja, kijk, hier is een heel kleintje. En aan deze kant, die slinkt hier naar beneden gewoon. Ja, die zagen we lopen. Kijk, hier een heel kleintje. Oh, leuk, hè? Is die paragraaf? Ja, dat staat echt hier. 3 maanden geleden ongeveer. Had hij een bordje, dat zagen we vanochtend toch hangen, een bordje. 2 zijn er zijn. Ja. Die ene is net die naar beneden gelopen met de ja, daar komt hij. Hij loopt langs de kant daar, waar iedereen... Okay, Kijk. Oh, dit is een jongetje van meisje. Wat is dit? Dit is een jongetje. Dit is jongetje. Ja, jongetje, dat zie je. Het meisje is met het litteken. Oh, nou, ik kijk niet eens naar het litteken. Oké. Okay. Ik ga ook naar iets anders kijken misschien, maar... Ja, ga er maar voor staan, vriend. Het meisje heeft op dit moment nog een litteken in de nek. Hoe kan dat? Ze hebben een beetje hard gestoeid met elkaar. Oh ja, ja, dat kind. Dus, en bij Jenis gaat het er net iets harder aan toe dan bij ons. Dus daar hebben we even een klein wondje over gehouden. Okay. Nu al weer tegengegroeid. Dus. Nou, wel leuk hè. Kijk eens, kom op papa. Een andere kant. Ja, ja. Oké, dan komt die andere ook. Oh, dit is een meisje. Oh ja, nou die hebben we. Dat ze een beetje gestoeid hebben. Nou, een beetje. Nou ja, voor Jenis. Jenis houden van een beetje hard te stoeien. Maar ze heeft ook een beetje bloed. Ja. Ze stoeien ook een beetje op dominantie. Kijk, nou. Normaal gesproken is het vrouwtje dominant. Normaal. Maar dit mannetje, die weet er wel aardig wat van. Op dit moment is het mannetje dominant. Ja. Dat is een beetje erger. Zijn ze allebei tegelijk geboren? Nee. Ja, het is één nestje. Het is een seconds. Ze worden ook eigenlijk samen gelijkjarig. Ja, ze zijn samen gelijkjarig, dat klopt. Dit is ook wel een heel erg mooi boek. Je snapt, ik krijg geen klap meer van wie is nou de moeder en wie is nou... Dat is de papa rechts en dat is de mama. Ja, dat hoe kun jij dat zien? Ja, dat zie ik wel joh. Daar heb ik oog voor. Het is iets groter dan de man bij de Jena. Ja, dat is die dan de vrouw. Binti. Het vrouwtje heet Binti en het mannetje heet Bazu. Binti en Bazu. Kijk. Ja. Ja? Dat is een vrouwtje hoor. Ja, nou. Ik heb er niet zoveel anatomie voor nodig, maar... Ja, die is even de boodschap aan het doen. Die is even alles in de magatron aan het gooien. Kijk hier een kleintje. Ja. En het vrouwtje, het mannetje zit bij die kleine in de hoek. Daar, op jullie links. Ja. Doe. En hier die kleine zit hier lekker hiervoor, hè? Kijk, dat is wel lekker. Wat? Lift zijn de vuilnis van ons. Je hebt zin, hè? Ik wil weer door. Ik wist niet meer dat hij hier zat. Hij is weg. En jullie gaat toch wat harder dan bij mensen, dus een beetje om dominantie. Dit keer won het jongen. Okay. Ja. Normaal gesproken bij Jenis wint het vrouwtje. Oh ja? Ja. Oh. Zie bij de hyena's. Het is alleen bij hyena's. Bij de hyena's. Ja, bij de hyena's. Juist, ja, dat hebben we. Bij die. Je ziet er ineens kansen. Ja, kansen. Ja, dat is heel duidelijk. Maar... Elke kans moet je grijpen, toch? Ja, grijpen doet het wel, maar ja, verder. Dus bij de hyena's zijn de vrouwtjes winnen eigenlijk bijna altijd. Nee, niet altijd. Ja, juist, dankjewel. Deze keer heeft het jongetje gewonnen. Dus misschien moeten wij ook maar eens proberen. Dat wij gewoon bijna altijd van jongens winnen. Wat vind je daarvan?
kan niet altijd en dan gaan we jongens huilen. Maar bijna altijd vind ik wel een goede oplossing. Nou, het wordt weer tijd om verder lopen. Een beetje slap gehouden. Heb je in de buik gestoten of eruit? Nee, de aanschatje. Wat zei je? Heb je in de buik gestoten? Nee. Eruit. Dan stoeien ze nog niet. Ja. En dat wondje is nog niet zo oud als het toen. Als toen ze al wat ouder waren, al is het een beetje. Dan begint ze wat meer te stoeien, dan kan er wel eens wat gebeuren.